tot 3, 4 jaar geleden dat ik dacht van ja, eigenlijk willen ze mij misschien niet. Ik dacht dat is het einde dan van een verhaal dat mooi zou kunnen worden voor mij persoonlijk. Ik was mezelf niet, ik was echt wel heel teleurgesteld. Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht van, het hoeft voor mij niet meer. Zelf geboren in België, in Brussel. Mijn Engelse vader met een Ierse moeder, dus een Ierse grootmoeder. Een moeder die geboren is in Zwitserland met een Nederlands paspoort en Indonesische ouders. Dus ik heb ook Indonesische grootouders. 7 jaar geleden zat ik bij KRC Genk. Speelden we de kwartfinale in de Europa League, wat ja, wel geweldig was. En ik kwam daar in een sportnieuws van ja, een Belgische voetbal of Nederlandse voetbal met Indonesische roots zit in de kwartfinale van de Europa League. En uiteindelijk, ja, door de sterkte van social media is dat gegroeid. Zelf dacht ik, toen 7 jaar geleden vond ik dat wel leuk. Hè. Allemaal nieuwe volgers, van waar komt dat, wat is er aan de hand? Dat is blijven groeien tot het moment dat er de bondscoach, toenmalige bondscoach Simon, coach Simon, mij gecontacteerd had via Instagram. Om te vragen van heb je wel officieel roots van Indonesië? Zijn je grootouders hier geboren? Hebben ze nog een paspoort? En dan had ik besloten om naar Jakarta te vliegen, om daar hem te ontmoeten, de voetbalbond te ontmoeten. Dus ja, zij waren mij ook ontvangen. Dus daar begon de relatie een beetje. Heb ik ook eigenlijk Indonesië voor het eerst kunnen ontdekken. Ook een meet and greet om de echte cultuur op te snuiven. Maar de echte eerste stap was daar met alle officiële documenten naar Jakarta vliegen. Ja, nu 7 jaar geleden. Ja. Als ik 7 jaar geleden al een paspoort kreeg, had ik nu toch al een mooi aantal interlands op mijn naam staan. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. Ik had dan de coach ontmoet, de voorzitter van de voetbalbond. En uiteindelijk is daar iets fout gegaan. Ik had de juiste documenten, maar niemand wou eigenlijk echt mij helpen. Coach werd dan ontslagen. Ik dacht van, oh ja, mijn contactpersoon is weg. Heel veel mensen kregen andere functies in de voetbalbond. Dus kwam een nieuwe voorzitter. Er waren ook verkiezingen. Dat contactpersoon viel een beetje weg. Ik zit hier ook in België. Ik kan niet even over en weer vliegen. Dus dat was wel een beetje moeilijk. Dan bleef dat wat aanslepen. Probeerde ik zelf contact op te zoeken. Dat waren zelf tot 3, 4 jaar geleden dat ik dacht van ja, eigenlijk willen ze mij misschien niet. Ik probeer zoveel moeite te doen via kanalen dat ik kan beheersen. Maar het wil me dan niet lukken, dus dat was een beetje, ja, ik dacht dat is het einde dan van een verhaal dat mooi zou kunnen worden voor mij persoonlijk. Nu, 3,5 jaar geleden, persoonlijk ging het dan wat moeilijk in mijn eigen carrière hier in België. Ik had 4 maanden zonder club. Dat was moeilijk. Ik had ook geen contactpersonen meer in Indonesië. Dus ik dacht dan, als ik hier ook geen club zou hebben, gaan ze mij ook niet meer willen. Ik wou niet dat mensen in Indonesië wisten van dat ik zonder club zat, want dat zou mijn status ook niet helpen daar. Maar dat was mentaal wel moeilijk. Zeker als je weet dat de transferperiode heel lang kan duren. Dat was ook tijdens corona een beetje onzekerheden. En dan uiteindelijk, ja, wacht je tot de laatste dag. Belt je met je zaakwaarnemer. Ja, als we morgen niks hebben, dan denk ik dat het wel enorm moeilijk gaat worden. Want we praten misschien over eerste divisie, maar zelfs tweede divisie was moeilijk hier in België. Dus dat was wel ook in mijn eer een beetje geraakt geweest. Omdat, wat heb ik fout gedaan? Ik ben, ja, een vaste waarde in deze competitie, ook voetbalbelg. Dus ja, dat is normaal geen no-brainer voor sommige ploegen, maar blijkbaar was dat 3,5 jaar geleden niet zo. Er zijn wel momenten geweest dat ik dacht van, het hoeft voor mij niet meer. Periode zonder club, dat was denk ik het zwaarste. Dat was mijn dieptepunt, want dat is toch 4 maanden dat je op jezelf moet trainen. Hoe vaak ik opstond en dacht van, ja, laat het zitten. Hè. Maar dan heb je die steun van je ouders dat je, van mijn jongere zus wel, die enorm veel helpt. En doen beseffen van ja, je hebt al zoveel opgeofferd voor dit. Dus
ja, geef niet op en blijf gaan. En ja, ik denk dat er zelf nog een moment was, ik geloof dat het 10 dagen voordat dat alles uiteindelijk, die telefoontjes dat ik vertelde, dat ik richting mijn begraafplaats van mijn grootouders ben geweest. En samen met mijn moeder en bij mijn grootvader dan langs ben geweest om te zeggen van... Mijn moeder zei van het is een moeilijke periode voor Sandy. We hebben je steun nodig nu. En ja, ik werd daar wel enorm emotioneel, wat ik normaal niet ben. En dan, ja, dan denk je oké, een paar dagen later denk je oké, hij heeft ons niet gehoord of het wil niet lukken. En dan, uiteindelijk viel alles op 1 week. Ik kreeg een telefoontje van KV Mechelen. 3 dagen later kreeg ik een telefoontje van de assistentcoach, een van de assistenten van de huidige bondscoach, van coach Shin. En gevraagd van ja, heb je eigenlijk nog interesse, wil je echt nog voor Indonesië spelen? Mijn antwoord was zelfs ja, 7 jaar geleden heb ik al ja gezegd. Oké, ja, kan je documenten opsturen? Ik zeg, vraag aan deze persoon, daar liggen mijn documenten. En uiteindelijk hadden ze alle documenten. En dan ja, ja 3 jaar geleden is het dan eigenlijk echt begonnen. Dat moment gaat me altijd bijblijven. Tijdens het Nationaal Volkslied was ik met mijn ogen dicht aan het zingen. Gelukkig kende ik het van buiten. Maar ja, dan kijk je ook wel tijdens het volkslied met je ogen dicht wel naar momenten met je Indonesische familie. Dat is een trots moment om te kunnen delen met hun. Maar ja, dat was een speciaal moment en mijn dag kon niet meer stuk. Dus zo lang gewacht, 7 jaar lang, voor dat moment, ja, dat deed enorm veel deugd. Hi everyone. I know most of you are very disappointed and very confused why I'm not in the selection for Timnas Indonesia for the upcoming tournament. Er was veel over te doen, zowel in Indonesië als hier in België. Vooral bij Mechelen, de coach, de bondscoach is op bezoek gekomen bij onze sportieve cel van KV Mechelen om over ja, dat toernooi te spreken. De AFF Cup, wat eigenlijk geen FIFA-toernooi is, maar het is moeilijk om ook hier in België dat over te brengen als een officieel toernooi of een enorm belangrijk toernooi, want niemand kent dat. Ja, in Azië is dat bijvoorbeeld een supergroot toernooi. Voor Indonesië is dat een van de belangrijkste toernooien, okay, naast een Azië Cup, dat ze ook wel willen winnen voor de eerste keer. Dus daarom dat er ook zoveel groot belang aangehecht werd en dat de bondscoach op bezoek is gekomen, dat er gesprekken zijn gevoerd en dat we uiteindelijk tot een regeling hadden dat iedereen wel tevreden over was. Okay, je komt dan dichter bij het toernooi, zoals je had gezegd, trainingskamp, naar Bali gevlogen om deel uit te maken van de selectie voor dat toernooi, wetende dat ik toch minstens 3 matchen ga kunnen spelen, groepswedstrijden. Maar de bondscoach vond dat jammer genoeg niet genoeg. Hij had gevraagd voor minstens halve finale. Dus ik zat op Bali met de terugvlucht naar Brussel, wetende dat ik als ik aankwam de volgende dag met Mechelen naar Spanje ging vliegen. En dat ik nog 1 keer een gesprek moest voeren met de coach en met ons sportief directeur. Met de laatste vraag natuurlijk. En je voelt wel natuurlijk van dat zal een moeilijk verhaal zijn. Dan krijg je natuurlijk ook de bevestiging van Mechelen, want het is een nee voor ons. We hebben nu, je bent te belangrijk, we hebben je te hard nodig. Dus geef ik het berichtje door aan de bondscoach. In mijn achterhoofd weten dat ik kan wel nog 3 groepswedstrijden spelen. Maar oké, ja, de bondscoach begrijpt en respecteert de keuze, maar vond het dan ook niet nodig om mij op te nemen voor de selectie voor 3 groepswedstrijden dat logischerwijs zouden gewonnen worden met de kern die al bezig was met de voorbereidingen. Dus om een plek eigenlijk af te nemen van een speler die ze nog kunnen gebruiken voor halve finale, finale zou ja, oneerlijk zijn geweest. En ik begreep de keuze ook, maar voor mij toen op trainingskamp, ja, ik was mezelf niet. Ik was echt wel heel teleurgesteld. Ik bleef meestal op mijn kamer. Het was er ook wel. Normaal een trainingskamp is leuk hè, met de groep.
lang blijven aan tafel zitten, spelletjes spelen, maar ja, mij vond je gewoon in mijn kamer teleurgesteld en niet mezelf gewoon, ja. Ik had ook wel niet verwacht dat het zo teleurstellend ging zijn, maar dan begin je wel na te denken als je op je hotelkamer zit alleen van ik heb al die moeite gedaan en we praten misschien over 1 of 2 matchen missen bij Mechelen, terwijl ik 7 jaar wacht voor officiële interlands voor Indonesië. Mijn hoofd was gewoon ja, heel verwarrend door elkaar aan het gaan. Maar er overheerste gewoon teleurstelling. En als je dan teruggaat naar mijn eigen persoonlijke carrière, naar een periode waar een club je niet echt wil aantrekken, naar een club die ja, nee zegt tegen de nationale ploeg omdat ze je belangrijk vinden, dat was vooral wat mijn ouders tegen mij vertelden. Van, vergeet niet dat 3 jaar geleden je zonder club zat en je zei van ja, niemand wil mij en nu houdt de club je bij omdat ze je belangrijk vinden. Dus dat hielp wel. Maar dan, ja, dat overheerst natuurlijk, want ik wil die minuten maken voor Indonesië. En voor hun is dat een belangrijk toernooi. Ik wil belangrijk zijn, ik wil iets teruggeven voor al de moeite dat we samen zijn doorgegaan. Ben ik nog altijd teleurgesteld, natuurlijk. Dat gaat tot na het toernooi, denk ik, nog aanwezig zijn. Maar we moeten door, ik moet door. Het zijn belangrijke weken voor KV Mechelen en ja, ze hebben mij nodig. En ja, ik ben een speler van KV Mechelen, dus ik ga alles voor. Ik respecteer de keuze en ik zal alles geven voor deze maand met KV Mechelen. Ik ben ook wel gewoon positief ingesteld. Ik weet dat het enorm moeilijk is geweest. Een rollercoaster van een carrière tot nu toe. Maar ik ben iemand die gewoon ja, gelooft dat ik, als ik hard blijf werken, positief ingesteld ben, dat ik wel ja, een beloning krijg wat ik zou verdienen.